FCM en TV laat je trap. 1 team, 3 spelers. Ze mogen schieten vanaf 11, 16 en 20 meter. En daarmee kun je 1, 3 en 5 punten winnen voor je team. Vorige week was het team keeper, verdediger, trainer. En Tim Siekman scoorde namens SRL Mali en ook Richard Moes. Maar het team kwam niet verder dan 4 punten. En daarmee, als je de langreis erbij pakt, sta je op een tweede positie. Maar goed, er zijn pas 3 teams geweest. En vandaag in FCM TV lat je trap. Marcel Sijp, Dennis Telgekamp en Jens Streutker, oftewel team achterdeur dicht. En we beginnen natuurlijk vanaf 11 meter. 1 punt is er te verdienen. En het is de man die bezig is aan een uitstekend seizoen, Marcel Sijp. Maar hij mist maar net, dat is jammer. En dan de beurt aan de doelman van FCM, Dennis Telgekamp. Bezig aan zijn eerste seizoen in de Jensvesting. En dit is zijn eerste poging. En wat een uitstekende poging. Ja, beter kun je niet beginnen. Goed, de onderkant van de lat geraakt. En dus direct al van die hatelijke nul. Dan de man zonder contract, Jens Jurn Streutker. Maar ook de man zonder punten. Want deze gaat toch een klein stukje mis. En dus 1 punt voor het team achter de deur dicht. En dan 16 meter, 3 punten te verdienen. Marcel Sijp, hij is er klaar voor. Nee, die is te hoog. Ja, dat is jammer. Hij baalt, is te zien. Dan moet het dan weer van Dennis Telgekamp komen. De man is al weken in training voor dit onderdeel. Ziet er aardig uit. Oeh, maar hij mist net. Ja, dan is het Jens Jurn Streutker. Wil men op schema blijven, dan moet deze bal op de lat. Streutker. Goeie poging. Wat heet? Bal op de lat. 4 punten. Goed gedaan. Uitstekend geschoten door Streutker. Ja, lekker onderkant lat. Prachtig. En dus 4 punten na 16 meter, dan 20 meter. Ja, in 1 keer raak. 5 punten erbij. Dat betekent de koppositie voor dit team. Maar niet door Marcel Sijp. Is niet in vorm. Scoren net in het partijtje. Ja, achter elkaar. Maar dit is wat minder dan Telgekamp. Kan hij het dan doen? Voor de tweede keer. Hij kan het. Bal raakt de lat. En dus hebben we een nieuwe koploper. Team achterdeur dicht. Wie had dat verdacht? Een keeper en 2 verdedigers. Nu al op 9 punten. En misschien dat Jens Jurn Streutker het nog mooier kan gaan maken voor dit team. Streutker. Nee. Net onder de lat. En dus, ja, enige teleurstelling, maar toch een nieuwe koploper in het tussenklassement. Team achterdeur dicht, 9 punten. En dat is mooi. Nou goed, met deze omstandigheden is het nog een redelijke score, ja. Ja, en je haalde direct de druk van de groep af, hè, met jouw eerste treffen. Ja goed, maar ik had iets meer verwacht van Jensen, van Marcel. Maar ja goed, die moeten vrijdag maar weer presteren. Ja, maar je bent er al weken mee bezig, hoor ik, hè? Ja, hele jaar al eigenlijk. Ja, dan goed. Dan kijk ik jou even aan, Marcel. Ja, ik hoorde net dat je net al heel veel had geschoord in het partijtje. Klopt dat? Nou, dat klopt. Maar net wat hij zegt, hij is het hele jaar al aan het oefenen. En sommige mensen die hebben andere prioriteiten. Ik zit heel vaak gewoon in krachttong en dan gaat hij hier buiten, gaat hij al latje trappen. Dus goed dat hij gepresteerd heeft, maar net wat ik zeg, ik heb andere prioriteiten. Als jullie straks de finale halen, dan ga je dat toch ook wel op trainen? Dan doe ik weer iets beter mijn best, ja. Ja Jens, dan kijk ik even naar jou toe. Ja, die tweede zat er lekker op, hè? Nou, hij schramte er volgens mij van de onderkant, dus hij zat er in ieder geval wel op, ja. Maar dat zijn de lekkerste, toch? Nou ja, als hij raakt, is hij raakt, toch? Of niet? Jullie gaan nu bovenaan, jullie gaan jullie in ieder geval plaatsen voor de voorrondes, of de tussenrondes die er zometeen aankomen. Waar kan dit team eindigen? Als Dennis zo met oefenen een beetje doorgaat, dan kunnen we nog hoog ogen gooien, denk ik, hoor. Maar dan moeten jullie moet Sijp iets meer stabiel worden, hè? Ik ga iets minder in het krachttong zitten. Ja, oké, nou goed zo. Heren, gefeliciteerd.